Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken van Forza Horizon 5. En zoals jullie zien is het hard aan stormen in Forza Horizon 5. Dus je moet je auto verkopen. Dus ja, ik had dit niet echt verwacht, maar goed. We gaan Fruit, Sweat and Gears doen. Ik zag jetskis en er zijn jetskis. Dit is nu al goed, gewoon wachten. Dit is gewoon nu al cool, gewoon om er naar te kijken. Oh, en ik mag in de sport nog wat rijden. 2069, ik weet de auto niet meer, vandaag tenminste. Dat was een Ford volgens mij. Ik moet zeggen, deze auto rijdt wel heel erg lekker. Oh, wat joh! Is dit gewoon al een salto? Daar komt er een over en dit is mij die wijn. Oh, hier moet ik een foto van maken. Ik moet gewoon even een fotootje. Want dit is een coole shot. Oké, hier een foto. Het is niet echt een prachtige foto, maar oké. Hij mag erbij. Voilà, ik share hem gewoon. Ja, ik wil fotomodus exiten. Oh, oké. Maar het belang is in het water. Rewinden, ik ga helemaal driften. Ik vind het nooit echt leuk om in de kampingtijd te rijden. Want het is zo zijn. Dat vind ik nooit echt leuk, want dan ga ik helemaal slippen. En deze auto heeft heel veel grip. En dat lukt nog altijd. Oh, daar komt ook iemand. Oh, dan nog een ezel. Ik ga er niet voorbij steken volgens mij. Oh, daar is er nog een over. Ik heb het gevoel dat ik heel erg achter zit. En ik denk dat het ook zo is. Nee, de baan. En dit is niet de baan. Nou, hallo jongens. Deze auto slipt helemaal. Dat is echt stout. Het is heel goed op, voor een vrouw, maar en je grip in het water. Natuurlijk ook nog wel goed gaan. Dat is een grijp. Oh, nee, ik moet nu
Geluk. Ook al remden ze een beetje af, het was geluk. Het was dan ook echt zo weinig verschil. Five cross-country wins already. Crikey. Do you do this to all the race coordinators or just me? Level up. Dat betekent een wielerskunde. 100.000. Dat valt redelijk hard mee. Ik moet even laden. Hey Tim, this full setup is looking pretty good, right? I don't know, I think we have a few more adventures in us. And you want to put a bow on your Hall of Fame run, right? Oh, het is al een beetje droger. Oké, we gaan gewoon deze race doen. Al deze auto's zijn recommended. We kunnen dus een nieuwe Jaguar pakken. Ik ga dat gewoon doen. Gewoon met de nieuwe Jaguar. Ik heb hem al nog niet getuned. Dus dat is wel een nadeel. Kijk, ik zie denk ik een Porsche en nog een auto, dezelfde als mij. Oh, achter die kant rijden. Dit, ik weet niet wat ik moet doen. Dan hard. Misschien was dit niet de beste keuze, maar ik kan zo doen. En dan sta ik nog verder laat. Bijna laat. Oké, daar was er 2 voorbij. Maar dit is dan in de Ferrari. Oké, wacht. Ik quit deze event even. Want zo... Ik wil natuurlijk ook weer niet laatst worden, want die mensen gaan keihard. En ik ga zo boven. Is er ook nog een off-road race dichtbij? Ja, die kunnen we ook wel doen. Ja, we gaan gewoon daar naartoe. Oh, het regent wel weer. Dus waarschijnlijk zien we geen smoke. Nee, we zien geen smoke. Dat was ook niet handig om hier te proberen driften met deze auto. Want die slipt helemaal niet op. Ik raad deze auto niet aan voor dit. Want die slipt echt hard. En hier is nog een bordje. Die wil ik wel pakken eigenlijk. Die bij de grote tempel. Oh, dat is niet. Oké, nu kunnen we verder rijden.
Misschien in deze bocht drukken. Nee, deze. Ik ging eerst veel te hard. En twee, deze auto kan geen. Dit duurt zo lang om gewoon even goed vooruit te gaan. Oké, enter event. Solo, ja. En welke auto kunnen we hiervoor pakken? We kunnen terug met de Peugeot. Misschien kunnen we met de Urus. Maar denk nou met de Super 207, Super 2000 Peugeot gaan. Want die is wel chill eigenlijk. Oké, daar zit ik voor de eerste keer die vlammen. Hier start race event. Oh. 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 Oké, dat ging een beetje vol. Aha, hier gaan we vol. Dat water, dat maakt me echt heel traag. Want escort zou het wel handig zijn. Holy, dit slikt hier wel goed. Die auto voor mij had het ook wel heel snel. Ze gaan allemaal snel. Dus de auto is niet echt handig. Voor deze. Kom maar, rij niet tegen me. Even rewinden. Ik ga de checkpoint missen. Deze race gaat minder goed. Deze gaat waarschijnlijk 5 worden. Want die gaan snel. Die gaan echt heel snel. Derde plek in ieder geval. Want het kan mij heel erg hard vertragen. Oké, ik wil het plan nog even proberen inhalen. Ik slip ook helemaal. Heb ik die checkpoint niet? Ik heb de checkpoint niet. Ik moet die wel pakken. Zij gaan echt hard. Vooral niet voor het escort. Eén, tweede.
Ik heb ze allebei voorbij. Nu nog, kijken of dat hier op rood een beetje lukt. De wapenstraf is natuurlijk groot. De bocht hier zijn wel echt heel irritant. Vooral de hele ring hier af. Ja, die dus. Die gaat met ons voorbij ook. Oké, nu gewoon volle gas. Yes, toch nog eens. Oké, in het begin was het een beetje spannend, maar toch nog eerst geworden, dus dat is wel goed. Misschien zijn we het ook level up, ik hoop het. Oh. Oké. $12,000 credits. Maar we gaan. Dit was dan de video. Wacht, eerst gaan we gaan gewoon afsluiten met een wheelspin. Laten we dat doen. Ik heb er 45, ik moet er wel wat farmen. Maar de laatste tijd lukt het dan wel. We doen er nog één, gewoon één. De laatste. Nee! Oké, 300.000 is ook goed, maar ik had liever die Forza Edition. Rip. Maar dit was dan de video voor vandaag.